Waar hebben we in vredesnaam naar gekeken vanmiddag? Ja, ik denk een hele gekke wedstrijd. Is het een van de gekste wedstrijden waarschijnlijk ook die je zelf ooit hebt meegemaakt in alle jaren dat je voetbal volgt? Ja, nou ja, misschien wel inderdaad. Nou, we hebben wel gekkere wedstrijden gezien, maar inderdaad in het Eredivisie voetbal. Ik denk dat ik er niet veel uit mijn hoofd ken die zo gek zijn. Je krijgt halverwege de wedstrijd in de rust dus te horen dat je in mag gaan vallen. Ja, wat denk je op dat moment? Want ik denk niet dat je denkt, ik ga nog dat gelijke spel inleiden. Nee, tuurlijk niet. Je denkt gewoon bij jezelf van, weet je, probeer de wedstrijd om te draaien, gas geven. En gewoon AZ zo moeilijk mogelijk maken. En ik ben altijd het type speler die gewoon van druk zetten houdt. En ja, dat hebben we denk ik in de tweede helft heel goed gedaan. We zetten AZ onder druk. Ze gingen veel langer ballen spelen. Ze durfden niet meer te voetballen. Waardoor wij heel veel tweede ballen wonnen. En we de diepgang konden zoeken en tweede ballen konden winnen. En ik denk dat we daar erg dreigend uit werden. Wanneer kwam wel het geloof dat het nog haalbaar was om hier een puntje te pakken? Ja, eigenlijk bij de 4-1 al. Toen al? Ja, bij Adil die zei van, 4-1, het kan. Weet je. En het was vroeg in de tweede helft. Dus inderdaad, ik voelde iets in mijn lichaam met het hele team eigenlijk wel van, hey, nou gaan we er gewoon voor, het is alles of niets. We zetten gewoon 100% druk en ja, toen kwam de 4-2, ging eigenlijk erg snel met de gele kaart voor de keeper. En ja, en dan valt de 4-3 en dan valt de 4-4. Ja, maar nu laat je het allemaal heel simpel lijken, maar die 4-3 heeft wel heel lang op zich laten wachten. Die viel vlak voor tijd pas. Had je toen nog wel echt het idee van, ook al was het in de 85ste minuut nog steeds 2-4 van, het gaat ons wel lukken? Nou, weet je, bij die 4-3 krijgt de keeper natuurlijk een rode kaart en maken we de penalty. En inderdaad, dan is het gewoon alles of niets. En die bal die komt via een AZ-speler gewoon voor mijn voeten, voor mijn linkervoet op de 16 meter. Ik denk gewoon, het is nu binnenkantje voet vol uithalen en hij belandt precies in het zijnetje. Dus ja. Ja, ik denk als je bij 0-4 invalt, dan hoop je jezelf te kunnen laten zien en misschien een signaal af te geven. Ja. Maar dit signaal op deze manier afgeven is natuurlijk, dat moet haast wel een droom voor je zijn. Ja, inderdaad. Dat is het beste wat je kan overkomen in een wedstrijd natuurlijk. Dus dat is natuurlijk top. Ja, je zit er sinds een paar weken bij het eerste elftal dat je ook minuten maakt en zo. En ja, nu ben je dus zo belangrijk voor dit Sparta in de Eredivisie. Ja, nou, misschien niet zo belangrijk, maar wel het eerste puntje inderdaad van het seizoen. En dat was natuurlijk echt heel gaaf om daarin bijdrage te leveren. Wat was het grote verschil tussen die eerste en die tweede helft? Je hebt de eerste helft vanaf de bank beleefd, tweede in het veld. Maar waar zat nou echt, afgezien van de doelpunten, het grote verschil in qua spel? De eerste helft voelden we het team eigenlijk niet. Iedereen denk ik niet. Dus we kwamen overal een stapje te laat. AZ was gewoon voetballend veel sterker. En inderdaad, tweede helft was dat denk ik andersom. Wij waren voetballend misschien niet beter, maar weet je, we zetten AZ heel erg onder druk. Waardoor hun de lange ballen en uit hun spel kwamen. En daardoor vonden wij heel veel tweede ballen waar wij heel goed in zijn. En dan diepgang zoeken en daaruit dingen creëren. En dat ging denk ik erg goed. Over 2 weken naar de Kuip. Dat zou best wel eens dan... Ja, maar met het signaal dat je hebt afgegeven, dat je er nog meer minuten gaat maken dan je vandaag gedaan hebt. Ja, dat is natuurlijk altijd hopen. En de Kuip is natuurlijk een hele gave wedstrijd. Wel zonder publiek dit keer, maar natuurlijk altijd heel leuk om mee te maken.